Hallo mensen en welkom terug bij weer een nieuwe map van een kijkeraflevering hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin, het is vandaag weer zondag, dat betekent maar één ding. Ik ga weer leuke maps, althans dat hoop ik, van jullie spelen. Jawel, we zijn er ook gelijk bij de allereerste map. En we staan hier heel erg mooi in een kamertje met wat regels op de muur. En er staat ook wat achter mij en laten we dat nog gewoon eens gaan lezen. Regel 1, niet cheaten. Regel 2, nou bladibladibla, dat standaard regels. Oh ja, wil je deze map een cijfer geven? Nou ja, natuurlijk geef ik alle maps een cijfer. En er staat hier een hele mooie klopklik hier om te beginnen. We hebben dus geen idee hoe de maker van deze map heet. Het is gewoon, we hebben regels. We hebben, oh ja, wil je deze cijfer een map geven? En dat gaat dus, ja, gebeuren. Awesome begin. Ik in ieder geval, mensen, laten we maar op de knop beginnen drukken. Oké, mijn god, meen je deze? Wat? Huh, ik zit even met een mond vol tanden op dit moment. Moeten we hier beginnen of zo? Oh, wat? Nee, wat? Ik heb geen idee. We hebben hier nu nog een kamer. Ik moet nou namelijk even toegeven dat ik begon bij het einde. Dus ik moest mezelf doden. En toen zag ik dit huisje staan en dacht ik van... Hey, dit huisje zal vast wel het begin zijn. Maar schijn bedriegt. Oké, dus we moeten hier beginnen. Nou, laten we dan op deze button... Oh! Yo, het werkt! Oké, klein onzichtbaar doorloof. Oké, we hebben dus gewoon onderdelen die we moeten gaan doen. Achtbaan. Ik begin gewoon bij de achtbaan. Oh ja, dat is ook handig als je dan een... Wat is dit voor map? Wat? Ik zit echt even dat ik denk van... Nou ja, het ziet er allemaal goed uit. Maar voor de rest is het echt een organisatie van... Nou, dat kan... Ik weet niet. Dat kan echt een menig mens jou wat leren. Want dit is echt tot nu toe dat ik denk van... What the fuck, joh. We zitten in ieder geval in de achtbaan. Hartstikke leuk en aardig. Moet je kijken. Oh, holy shit. Oh, deze achtbaan is best wel awesome gemaakt. Even zonder grappen, dit is net gewoon zo'n houten achtbaan. Holy zieke amoula. Yo, einde van de achtbaan, ga naar het begin. Bedankt voor het spelen. Bedankt voor mijn map te spelen. Wil je nog een cijfer geven gemaakt of... Hey, Victor, jij bent dus de maker van deze map. En dit zijn trouwens alle spullen die ik had gekregen. Waar ik mee begon, want hier begon ik als het ware toen ik de map inladen. Maar dit was het, of moeten we weer terug... Ik heb echt geen idee, jongens. Laten we naar het kleine onzichtbare doolhof gaan. Je wordt geteleporteerd. Succes bij de doolhof. Oké, dit is wel echt een heel klein doolhof. Gehaald, terug naar het volgende. Oh, we moeten dus wel volgorde doen. Oké, parcours. Hier is het parcours. Ik heb werkelijk geen idee, jongens. Oké, nou ja, in ieder geval, ik wil je nog even bedanken voor alle support op deze serie. Ik heb nog steeds onwijs veel maps die ik heb binnengekregen, die ik nog wil spelen. En daarbij heb ik zelfs ook nog maps die zijn binnengekomen, terwijl ik al eigenlijk niet meer heb beloofd dat ik die maps ga spelen. Dus het is ook echt onwijs awesome. Helaas heb ik ook niet beloofd dat ik die zal spelen, dus of ik ze ooit ga spelen, ik weet het niet. Ik probeer sowieso alles tot en met... Wat was het nog weer? September of oktober? Ik weet even de datum niet meer uit mijn hoofd. Maar kan ik altijd achterhalen. Dat zou ik allemaal eerlijk gaan doen. En daarna, ja, als je het dan hebt opgestuurd, dan begin je op een dak. Oké, dan ga ik wel even hier naar binnen. Nou, geef me maar een pijlenboog. Of krijg ik een pijlenboog? Wat? Oké, dat was het einde, maar we hebben geen pijlenboog. Naar een man, we moeten alles zelf in... Oké, ik zat bijna in zijn Nederlands typen. Een boog met pijlen. Hupsakee, laten we het proberen. Dan gaan we, hoor. En toef 1, en toef 2, en toef 3, en toef 4. Ja! Wauw! Oké, de achtbaan hebben we al gehad, dus eigenlijk zijn we nu klaar. Dit was het, jongens. Dit was de eerste map. Nou, ik heb voor mij nog nooit zo'n... Oh, what the fuck deed dat ding? Nou, ik weet niet. Ik heb voor mij nog nooit zo'n ongeregelde map gehad als deze. Ik vind het wel gewoon beleefd om hem erin te houden. Dus ja, alsjeblieft, Victor. Echt waar. Ik heb geen idee of dit nou zo moest, dat alles zo fout ging en dat alles zo verkeerd ging. Maar ja, in ieder geval, je hebt me wel ermee mooi getrold. We gaan dus een cijfertje geven, Victor, en deze map krijgt...
echt van, man, nou, wat zullen we doen? Ik vind het wel een 11 waard, want dat waren wel leuke gebouwtjes, maar voor de rest was het eigenlijk geen ene ruk. Dus een 11 van de 18, alsjeblieft. Laten we maar gewoon hopen dat de tweede map wat beter is. De tweede map van deze aflevering, dames en heren. Wij staan hier in een mooi hokje en er staat hier map van een kijker voor Melvin. Hey Melvin, ik ben een altijd kijkende fan en ik hoop dat je mijn map leuk vindt. Ik heb er veel tijd in gestoken. Hier de regels. Geen blokken slopen behalve zand. Oké, dat is handig om te weten. Heb plezier tijdens het spelen. Creative mode, peaceful. Voor mij is dat allemaal wat goed. Laten we maar beginnen. En ik vond het wel grappig, want in het mailtje van dit meisje stond zo van... ja, ik ben een meisje als kijker. Dat is weer een keer wat anders dan al die jongens. Dat vond ik serieus wel een komisch iets. Dus daar ben ik... vind ik gewoon grappig dat ze dat zo nog neerzetten. We hebben in ieder geval het eerste parcours gewoon gehaald zonder fouten. Oké, zoek de chest met de lieve. Oh, nee toch. Oké, laat de game mode S even doen en dan gaan we kijken of we hem kunnen vinden. Let's go! Ik ga hopelijk hem snel vinden. Oh, wacht. Zou het heel sneaky zijn als hij hier gewoon... Oh, nee. Oh, hier staat... Oh, jammer. Ik had echt misschien nog wel verwacht van... Oké, straks zit hij daarin, weet je. Dus het zou echt zo sneaky zijn. Maar daar zit hij niet in. We hebben trouwens nog wel een lever, maar die hebben we net gekregen. Dus eigenlijk mag ik die niet gebruiken. Oké, we gaan kijken of we hem kunnen vinden. Ik gok dat hij hier ergens zit. Sowieso dat hier ergens een chest zit en dat hij daarin zit. Nee, niet. Waarom is het nou zo moeilijk verstopt dan? Of wacht, wat zit hier? Hier zit ook nog een chest. Oh nee, daar zit hij ook. Waarom staan er twee random chests in de kamer? Dat is gewoon afleiding. Dat is gewoon nare afleiding. Dat moeten ze niet doen. Dat is hetzelfde met als je tijdens je eindexamen opeens, ja, gewoon een broodje ziet vliegen, weet je. Dat is gewoon afleiding bij helemaal van, ja, popo. Ja, dan krijg je helemaal niks meer. Niet dat ik er last van heb gehad dat ik een broodje zag vliegen, maar... Wow! Jeetje, ik heb bijna al het zand weg moeten halen om dat ding te vinden. Nou ja, we doen trouwens eentje daarin en dan gaan we verder. Kijk eens aan, Dolhof deel 3. We gaan voor de linker muurtechniek. Dat loopt dood. Dat loopt niet dood. Oké, dit loopt wel dood. Ja, of niet? Nee, oh mijn god, oh damn. Dat was gewoon ook nog goed, joh. Holy shit, ik vind het wel trouwens één gaar Dolhof. Wat de heck? Maar moeten we hierheen, of niet? Ja, heb je de liever al? Ja, die heb ik al. Ik ben een goede jongen. Awesome mapje tot nu toe, hoor. Ik vind het allemaal leuk gebouwd. En wat is dit? Bakker 4. Plaats in het midden van de kamer en dan zie je de gang. Oh, damn, joh. Moeten we serieus hier een boom gaan groeien? Oh, wat? Oh, wat? We hebben een boomwiel nodig en dan gaan we dit ding... Oké, boomwiel, moment. Nou, ik hoop dat ik genoeg boomwiel heb om deze boom te kunnen... Oh! Oh, joh, ik dacht even serieus dat dit een... Holy sick! Yo, dit is gruwelijk! Holy shit, oké, laten we omhoog gaan kijken. Oh, damn! Nee, dit vind ik awesome gemaakt. Laten we omhoog klimmen en... Hé, we hebben een achievement gekregen. Wat leuk, dankjewel. Nee, maar even serieus. Dit vind ik best wel awesome gemaakt. Laten we omhoog klimmen in deze boom. Laten we een boomhut creëren. En daarna gewoon niet verder gaan met deze map, maar gewoon survival. Oké, nee, we gaan niet survivalen. Ik weet niet. Ik vind sowieso survival in Minecraft de laatste tijd een beetje meh. Ik vind het veel leuker om zulke maps te spelen of een minigame te doen dan dat standaard survival. En dat was niet mijn bedoeling. Nee, maar even serieus. Survival is een beetje eruit bij mij. Ik weet niet. Ik wil gewoon liever zoiets kunnen doen. Kijk hier. Een lievertje moeten vinden. Oh, wacht. Dat was niet de bedoeling. Een lever moeten vinden. En die plaats weer. En ja, ik weet trouwens nog. Wat staat er trouwens? Je bent wel heel goed in. Heb je de lever al? Plaats hem. Ik heb hem geplaatst. En waterval. Woe. Oh, Sam. Wat staat daar? Oh, er zat niks. Het waren gewoon afscheidingbordjes. En je gaat toch niet menen dat dit parcours heel kut gaat zijn. Volgens mij wel. Voor mij gaat het een heel kut parcours worden. En gaan we sowieso één keer vallen. Kom op jongen Melvin. Jij kan dit. Kom op Melvin. De spanning is om te snijden. Maar jij kan dit. Tot nu toe ben je niet gevallen. Tot nu toe zijn er geen 4 jumps gekomen waar ik wel heel blij om ben. Dankjewel daarvoor. Holy zieke Amahula. We hebben het gewoon fucking gehaald. Oh jee, er zit een monster achter je. Ren. Oh, waar zit dat monster? Ik zie geen monster, maar we rennen wel gewoon. Oh, ren. Nou, ga naar boven. Ah, onzichtbare monster zit achter mij aan. Rennen. Pas op, straks bijt hij ons. Het onzichtbare monster. Oh, nee. Waarom rennen we hier trouwens helemaal omhoog? What the heck? Yo, wat is dit ooit? Wat staat hier? Spring. Oké. Moeten we even kijken. Oh, we kunnen gewoon... Ah!
blond. Wow. Holy shit. Oké, speed. En dan rennen. Oké, jongens, dit gaat even heel snel. We gaan even helemaal gaan met die banaan. Ga met die banaan. Woe! Woe! Zie maar rennen dan. Ik ga heel erg spatie op spatie drukken. En dan kunnen we heel snel lopen. Oh, ga met die banaan. Oké, einde. Hopelijk vond je hem leuk. X. Staat de pressure blade. Kijk omhoog. Oh mijn god, vuurwerk, super awesome. Nog een keer. Ja hoor, ik vind het een leuk mappie geworden hoor. Ik heb echt genoten van dit mappie. Dankjewel, ik vond het serieus een leuk mappie. Hij was niet heel lang, maar hij was wel gewoon goed. Het was allemaal werkend. Het was gewoon vermakelijk. En daarom geef ik deze map van mij ook een 15 van de 18 altijd punten. Alsjeblieft, ik hoop dat je tevreden mee bent. En ja, laten we maar doorgaan naar de derde map. Daar staan we dan, dames en heren. In de derde map van deze aflevering. Wij hebben hier een kist staan met een hartjeboekje en een heleboel oxidaties. Die wil ik allemaal gewoon meenemen. Kijk eens aan. We hebben gewoon 78 van die bloemetjes. We gaan het in ieder geval lezen. Hey Melvin, leuk dat je mijn map speelt. Ik ben Pascalle. Pascalle, denk ik. Ik heb deze map met plezier voor je gemaakt. Nou, ik ga hem met plezier spelen. Dat kan ik je beloven. Lees er verder. Een regel is, je mag geen creative, geen blokken plaatsen breken. Alleen als het is aangegeven, speel een piezel. En natuurlijk, heb een plezier. Succes. Als er fouten in de map zitten, dan zie ik dat misschien in je video. Twitter, @Pascalicious. Als je me wilt volgen of zo. Zullen we doen als deze map super awesome is dat ik haar ga volgen? Ja, dat vind ik een leuke. Laten we gewoon eens kijken. Druk op de spawn point. Die werkt. Oké, okay. Penis, love. Oh, wauw. Ik zie het. Oh, wat kinderachtig eigenlijk. Oké, okay. Volg het pad. Laten we het pad volgen. Als de map foutloos is en hij is lekker lang, dan gaan wij het gaan waar volgen. Ja, dan gaan we het allemaal volgen, jongens. Dan gaan we zorgen dat Pascalicious een heleboel gaat krijgen. Dit is geen mijn. Even doorlopen. Dan zie ik het wel. Oh mijn god, wat de heck. Dit gaat sowieso een parcours worden. Of een... Holy sick! Yo, nee, dit vind ik gruwelijk. Oh, dit is zo origineel. Nee, dit is super origineel. Ze heeft zo'n amplified biome world. Wow, wat een mooie plek. Hé, wat zie ik daar? Bij het boompje staat een huis. Oh, daar. Ik zie hem. Zal daar iemand wonen? Ik ga kijken. Arg. Het pad loopt dood. Via het water dan? Ja, het pad loopt inderdaad dood. Het is hier een beetje... Ja, een beetje niks, maar super awesome hoor. Dit is echt gruwelijk. Oké, laten we naar beneden springen. Check dat dan, joh. Dit is echt awesome bedacht. Oh nee, dit vind ik echt genieten. Dit vind ik echt genieten dat ik gewoon in zo'n bio mag lopen. Oh, check dat even. Holy shit, daar zit ook een heel pad. Yo! Yo, glowstone, wat staat hier? Ik zie niemand. Verdacht. Nee, het huis is leeg. Even in de kelder kijken. Laten we eens kijken in de kelder. Oh mijn god. What the fuck is dit voor kelder? Yo! Ja, dat kan ik niet lezen. Wat staat daar? Dit is geen... Dit is geen... Lol! Wat? Nou, ik zie echt geen ene rukje. Wat? We gaan nog meer naar beneden. Oké, ik blijf het wel gewoon volgen. Ik ben echt benieuwd waar ik uitkom. Ik heb eigenlijk geen idee. Wow, 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 wow. Spawn point. Gun mij een spawn point. Dankjewel, hij werkt. Lava parcours, nee. Dat is nog te... Oh, shit. Oké. Nou, het is in ieder geval niet moeilijk, lava parcours. Echt Pascalle is helemaal... Echt, is echt awesome tot nu toe. Appeltje eitje. Inderdaad, dat was appeltje eitje. Shit, nee, nu ben ik hier. En nu moet ik in game mode. Ik heb het verneukt. Waarom? Ik verneuk. Wat zit daar dan? Ik zie daar iets zitten of zo. Oh nee, laat maar. Dat is een blok. Nee, de map ging zo goed. En nu moet ik in game mode. Laten we het nog een keer proberen. Oké, daar gaan we. Poep. Ja, nu hebben we het gedaan. En yo, ik heb niet eens het gevoel dat ik word geteleporteerd. En we hebben hier een spawn point. XO, XO. Parcours. Yay. Oké, wish me luck. Ja, inderdaad. Wens mij echt heel veel geluk. En zo. Wow. Check ook gewoon hoe het hier beneden eruit ziet. Oh, daar gaan we hoor. Da, poep. Holy shit, dit is zo ziek awesome. Even serieus, joh. Oké, okay, ik ga als ik heel vaak val, het gewoon... Oh, spawn point, ik ga cheaten. Yeah, nee, ik deze map hoor. Tot nu toe geen fout en waarom hangen daar varkens? Ik was even afgeleid op het tot het... Nee, daar, nee.
Wat? Waarom overleef ik dat? Voor mij is de spawn point geglitcht. Nee, Priscilla, dat is een fout. Dat is een fout in je map. Oh, wat sneu. Oh nee, want voor mij alles werkt en dan is de spawnpoint voor mij fout. Kijk, de spawnpoint wordt hier neergezet en dan val je naar beneden. Ik zou het even goed maken voor je. Kijk, we helpen haar gewoon, want de map is tot nu toe echt super gruwelijk. Maar ik vind het wel echt vaag dat daar varkens hangen. Even serieus. Wow, kijk voor je. Ja, eer, dat had ik net dus. Ik viel er gewoon af omdat ik daar fucking varkens zie hangen. Wat is dat voor mishandeling van dieren in Minecraft? Jongens zeg. Oh, dat kan toch echt niet, hè? Laten wij verder gaan in ieder geval. En het wordt nacht. Super gruwelijke map is dit. Ik zeg echt heel vaak gruwelijk. Maar dat is het waard, want deze map is gewoon ook gruwelijk. Spawnpoint! We hebben zelfs twee opties om onze spawnpoint te zetten. Nou, we hebben nog meer parcours. Dit gaat mij lukken. Let op. Tan, 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 tan. Oh, 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 oh! Ja hoor. En, yo! Dit stuk mag je ook gewoon vliegen. Nou, dat vind ik niet waard. Nee, we vinden het een awesome map. En dan moet je ook gewoon net zoveel mogelijk eerlijk doen, ja. Ook al moet ik wel toegeven dat ik soms een keer heb gevlogen bij een tram dat ik geen zin had om te klimmen. Maar dat gaan we nu niet doen. Nee, we gaan gewoon lekker hier omhoog. En oh my god! Ik zag wat ik moest doen. Ook zo'n smiley face. Hoezo droog? Oké, we pakken wel wat... Oh my... Oh shit. Oh shit, ik heb de hele ding kapot gemaakt. Oké, maakt niet uit. We gaan met het treintje en... Yo! Holy shike. Moet je kijken hoe dit eruit ziet. Damn! Holy damn. In het donker ook. Ziet het er zo fucking wijs gaaf uit, hè? Oké, wat was dat? Oh, shit, hé. Hey. Oh! Oh, mijn god, wat is dit? Ik wil het trouwens wel even dag hebben. Dat vind ik wel net iets mooier. Oké, jongens, dit is dag. Maar wat staat hier? Er staat hier twee knoppen. En een hele muur met andere schilderijen. En, oh, moeten wij een keuze gaan maken of zo? Oké, dit heeft de vorm van een penis, dus dan drukken we daarop. Dit is nog niet het einde. Je wordt geteleporteerd als je de knop ernaast drukt. Nou, wat is dit dan? Oh, wat? Dat is awesome. Dat is gewoon een commandblok dat vuurwerk spant. Oké, ik ben toch wel benieuwd naar die code die erin staat. Yo! Oké, dat moet je ook maar weten, man. Echt waar. Respect voor dat je zoiets opzoekt. Maar we zijn nu hier. En wat staat daar? Dat zijn signs, maar er staat niks op, of wel? Achter je. Oké, achter me. Ja, dat volgde ik al. Zie ik daar? Ik ga daarheen. En voordat je gaat, verzamel de 10 diamonds. Oké, laten wij die gaan verzamelen. En... Oh, joh, het is een vliegende mineshaft. Yo, zieke shit. Maar moet ik nou 10 diamonds hier verzamelen? Gaat toch niet mee dat ik hier 10 diamonds moet zoeken, toch? Oké, hier zitten waarschijnlijk 2 in. Oké, 2 diamonds voor Melvin. Dankjewel. Het is hier wel echt zo donker. Ik kan het helemaal niet lezen, joh. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een night vision potion. Kijk, dit is een stuk makkelijker. Kunnen we ook zonder problemen lezen. Hierin gaan. Nou, dat had ik wel door dat het moest. Laten we het gewoon allemaal eens bekijken. We moeten hier omhoog en dan moeten we daarheen. Oh nee, we moeten hierheen. Ik heb al 2 dia's, hè. Nou ja, loop verder. We lopen verder. Een afgrond. Ik zie daar een chest. Hoe kom ik daar? Zo. What the fuck? Yes, ik ben er. Misschien zit er een... Ja hoor, 5 diamanten. Yes, nog 5 dia's tot de 10. Een afgrond. Hoe kom ik hier weg? Nou ja, parcours. Zie ik? Moet je kijken hoe easy peasy lemon squeezy. Awesome. Nog meer diamonds. Hebben we er nog maar 2 nodig. Een cave. Misschien vind ik hier wel wat. Volg het granite pad. Wat staat hier? Hey, clay. Haak de clay weg en zoek de lever voor die je later nodig hebt. Oh my god. Yo, dit is zo gruwelijk awesome gemaakt. Oké, laten we het in ieder geval weghaken in game mode 0. Hupsakee. Laten we het even eerlijk doen. Wat gaan we hier vinden? Een lever. Maar waar gaat de lever zitten? Waarschijnlijk weer in zo'n sneaky chest die echt helemaal ergens aan het einde te vinden is. Hoe fucking veel klei wil je trouwens hebben? Yo, nee, dat gaat er niet menen. En wow, ik heb lag op mijn eigen... Oké.
Ja, we hebben hem. Ik had ook al zo'n vermoeden dat hij echt helemaal in het in zo'n hoek zou zitten, weet je. Want er zullen waarschijnlijk mensen zijn die gaan dan helemaal moeite doen om alles weg te haken. En totdat ze bij het einde zijn. En ik doe dat niet. Oh joh, moeten we die hier plaatsen? Oké, okay, er stond al een lever. Voor mij was het niet echt de bedoeling. Nou, maakt niet uit. Laten we hem hoog gaan. En laten we kijken of wij hier nog 2 diamonds gaan vinden totdat wij de 10 diamonds hebben. Want dat zou echt awesome zijn. Ik ben vrij! Ja hoor, spawn point. Nu alleen nog een klein stukje parcours. Yay. Nou ja, zo jee vind ik dat niet, maar we kunnen dit. Wij kunnen dit. Ik heb er vertrouwen in. Kijk. Oh, boep. Doe hier diamonds in. 8 diamonds. En spring. Nee, we moeten in de lava. We moeten in de lava. Oh, we hebben het overleefd. Oh, dit was het mapje, of niet? Oké, bedankt voor het spelen van mijn map. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet geen cijfer te geven. Ik ben een van je grote fans en ik leid aan, niet zwaar, maar ik leid er wel aan. En ik leid aan tikken, denk ik. Ik denk eraan, niet zwaar, maar ik leid wel eraan. Oké, wat staat hier? Groetjes, Pascelle. MCX Spacilicious. Awesome! En wat staat hier? Groetjes, Credits, Moussa. MC Moussa, de killertje, Mootje 7. Holy damn, ik vond het echt een leuke map. Ik weet niet, laat ik hier nog eens op drukken. Oh, I see what you did there. Weet je wat we gaan doen? We gaan hier gewoon dit hokje opblazen. We gaan even trouwens in game mode en dan gaan we dit gewoon doen, joh. Let's do this. En dan gaan we, hoor. We hebben ze alle, we hebben er 4 aan. Laten we kijken naar de explosie die onder geplaatst. Yo, er zitten die command blocks. Oh, wauw, dat zijn de command blocks van daar beneden. Maar holy damn, ik vond dit echt één awesome map. Heel origineel ook dat ze deze biome generatie heeft gebruikt. Echt waar. Oké, Pascalicious. Ik ga haar volgen, ja. Alsjeblieft, ik vond het echt zo'n awesome map. Ik heb er echt van genoten. Ik vond het een hele leuke map. En hij was gewoon echt zo leuk. Ik vond het duidelijke bordjes. Het was allemaal gewoon goed in elkaar. Ik weet niet. Ik vind het gewoon dat je een 18 van de 18 altijd punten verdient. Even serieus. Dus alsjeblieft daarvoor. Jawel. Ik ga hier ook de aflevering beëindigen met deze awesome map. Dus heb jij genoten, druk op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Reageer. En dan hoop ik jou volgende week of volgende keer weer bij een nieuwe video te zien. Vandaar heb ik nog maar eens zeggen. En dat is doei mensen.